Dag vrienden van Siroop, ik ben terug in West-Vlaanderen, in het ouderlijk huis. Ik heb hier vanavond een trouwfeest van mijn beste maat van het middelbaar. Die gaat eindelijk trouwen. En dat ga ik even filmen en dan morgen vroeg vertrek ik terug om te gaan stemmen. Maar stemmen is belangrijk. Dus ja, het eerste dat we gaan doen is de outfit wat aanpassen, want zo kom je niet toe op een trouwfeest. Hè. Voilà. Niks speciaals, maar I feel good. Neem hier uw aangepast schoeisel. Ik heb al terug het gevoel dat ik op reis ben. Zo in de natuur wandelen met deze outfit. Beetje raar. Als ik vanaf terug naar mijn auto ga keren en al deze lichtjes branden, dat gaat hier wel cool zijn. Het zot is, ik ben op 4 kilometer van hier opgegroeid. Ben hier nog nooit geweest, denk ik. Ik wist niet eens dat dat bos hier was. Het is gelukt, jongens en meisjes. Ik ben kunnen gaan stemmen vandaag. I did my duty. Waarom trouwen mijn vrienden nu nog? Dat zijn dingen dat we 15 jaar geleden moesten doen. Toen we nog jong waren. En sterk. Jonas en Lisbeth, het was zo mooi om jullie samen te zien. Ik was ontroerd. Merci voor de uitnodiging. Ik weet dat ik jullie heel weinig zie. Dat ik mij hier in Antwerpen afzonder van mijn oud verleden in West-Vlaanderen. Maar ik ben gelukkig. En nu ga ik slapen, want morgen moeten we weer veel werken. Vrienden van Siroop, tot morgen.